Hoe ik de stad beleef, Amsterdam, chaotisch, rommelig, niet meer zo gezellig als voorheen. En de reden dat ik dat vind is van, alle culturen door elkaar, dat maakt het ook af en toe zo moeilijk. Communiceren in de tram, hè, dat iemand iets niet begrijpt en dan denk ik bij mezelf van, ja, ik praat toch tegen je. En dan begrijpen ze het niet en dan denk ik van, ja, maar je doet iets verkeerd. It is very close to my home and it's not very expensive and people like to come over here from a lot of places because the market is very ideal, very good and the fruits and vegetables and the things are very good and a cheap one. Best market I've ever found it, you see, because I live here and I like this market very much. Als ik de hond uitlaat, dan doe ik de markt ook. Ik vind het vreselijk om zelf in hondenpoep te stappen. Dus dat wil niemand. Ik stik van de hondenpoepzakjes. Ik heb ze overal. Ja, ik woon hier nu al meer dan 30 jaar. Ik kom uit Noorwegen eigenlijk. Nou, ik moet zeggen, ik heb wel overal waar ik gewoond heb hier altijd wel last van bouwverkeer of bouwgeluid in ieder geval. Ja. Dat al best veel gebouwd in Amsterdam. Ja. Wat fijn is. Evenementen op weet je, cultuurgebied, maar ook met uitgaansleven. En ja, eigenlijk altijd wel mooie dingetjes te doen. Het is een heerlijke stad om rond te lopen. Ik hou heel erg van marktjes. Ja. Dus ik woon eerst vlakbij de Albert Kuip. Daar was ik ook vaak. En nu hier dus. Ja. Ja. Nou, mooi. We zijn blij in Amsterdam. Ja.